ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier niet alleen, maar ben ik samen met mijn zusje Milou. En wij gaan vandaag een super leuke gel appeal challenge doen. Ik heb hier een hele gave fussy kit en hiermee kan je hele leuke fluwelen armbandjes en andere accessoires maken. En ik heb hier het super leuke jelly kit en hiermee kun je super leuke jelly armbandjes maken en andere accessoires. Ben je nou benieuwd naar onze challenge en wil je meer weten? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren en veel plezier met kijken. Voordat we gaan beginnen met de challenge gaan we jullie eerst even vertellen wat Gel Appeal precies inhoudt. Gel Appeal is een superleuk product waarmee je hele leuke armbandjes en accessoires kan maken. Nu hebben wij twee nieuwe pakketten en met mijn pakket kan je dus hele leuke fluwelen armbandjes en accessoires maken. En wat kan je met jouw pakket maken? Met mijn kun je superleuke jelly accessoires en armbandjes maken. En ben je nou benieuwd? Dan gaan we jullie dit straks allemaal uitleggen. Ook moet je zeker weten blijven kijken, want aan het einde van deze video hebben wij een hele gave winactie voor jullie. Nu gaan we snel beginnen met de challenge, dus let's go! Wij hebben ons pakketje even uitgepakt en we gaan jullie als eerst vertellen wat er in ons pakketje zit en wat het allemaal inhoudt. Ik heb dus het Fussy Kit pakketje en hiermee kan je hele leuke fluwelen armbanden en accessoires maken. Als eerst zit er in mijn pakketje een soort van hard plastic mapje, waarop jij straks je ontwerpen kan gaan maken. En je kan het hier dan heel gemakkelijk opmaken en ook kan je het heel gemakkelijk afhalen. En het is doorzichtig en dat heeft niet voor niks een doorzichtigheidsfunctie. Er zitten namelijk verschillende schablonen bij en deze kan je straks gaan overtrekken als je geen inspiratie hebt of even eerst wil oefenen. Je kan natuurlijk ook zelf ontwerpen maken, maar dit helpt je een beetje op weg. Deze kan je namelijk heel gemakkelijk onderleggen en dan kan je het zo overtrekken. Super handig. Dan heb ik wat hangertjes erbij zitten voor oorbellen. Deze kan je ook gaan bevestigen aan je gel op je oorbellen. Dan heb ik 5 verschillende marmertjes. En deze heeft bijvoorbeeld kartelrandjes, deze puntjes, deze is gewoon normaal. En hiermee kun je allemaal verschillende ontwerpen maken. Vervolgens heb ik hier de dingetjes voor het fluwelen, want dat is natuurlijk super leuk. Ik heb hier een doosje met roze fluweelpoeder. En ik heb hier een doosje met blauw fluweelpoeder. Hoe je dit allemaal moet gebruiken ga ik jullie straks vertellen. Ook zitten er nog 2 handige tools bij. Een kwastje en een soort van mesje. En als allerlaatste het allerleukste. De gel appeal stiften. Oftewel hier komt dus het gel appeal gel uit. Om straks je ontwerpen te maken. Ik heb de kleur roze, paars en blauw. Ik heb de jelly kit. En dat houdt in dat je hele leuke jelly elementjes kan maken en andere accessoires. In mijn pakket zat ook een plastic mapje. En de 3 blaadjes met de schablonen die je zelf kunt maken. Daarna heb ik nog oorbellen. Deze kun je bevestigen aan de oorbellen die je straks zelf maakt. En dan kun je ze natuurlijk hartstikke leuk dragen. Dan heb ik ook de 5 spuitmondjes. En het zijn precies hetzelfde als Bo. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Dan heb ik nog een mal. En hier kun je het inspuiten waar je zelf nog een beetje moeilijk vindt om zelf te tekenen. En het zijn superleuke figuurtjes. En dit is het schapertje. En daarmee kun je het afhalen, zodat het mooi recht wordt. Dan heb ik dit mesje. Hiermee kun je de luchtbelletjes eruit halen, zodat ze mooi glad worden van de onderkant. En dat is natuurlijk veel mooier. Dan heb ik als laatste 3 kleuren van Gel Appeal. Ik heb een soort roze-roodachtig. Hij is wel heel mooi. Is heel mooi. En ik heb een lichtpaars en een oranje. Superleuk. We hebben nu alles aan jullie verteld wat wij hebben. We kunnen nu gaan beginnen met de challenge. Dus let's go. Wij gaan zo meteen beginnen met de Gel Appeal Challenge, maar we hebben jullie nog helemaal niet verteld wat het inhoudt. Wij gaan zo meteen 3 rondes een Gel Appeal Challenge doen. In de eerste ronde gaan wij armbanden en accessoires maken. En dit wordt dus super leuk, want we hebben allebei een eigen kit. Ik heb de Fussy Kit en jij hebt de Jelly Kit. Super leuk, je gaat ook heel veel verschillen zien, dat mij natuurlijk fluweel worden en jou dan worden jelly. In de tweede ronde gaan wij hele leuke figuurtjes maken. En dit worden niet zomaar figuurtjes, dit worden namelijk pins. En pins zijn dingen die je op je kleding kan dragen. Dit kan je dragen op je spijkerjasje, maar ook op je tas of op andere gave dingen. Dit kan je er namelijk zo vastmaken en dan kan je de gel peel zo dragen op je kleding. In de derde, oftewel de laatste ronde, gaan wij vormpjes en figuurtjes maken. Bijvoorbeeld onze telefoonhoesjes, want... zeg nou eerlijk, zo'n saai doorzichtig hoesje is super saai. Daarom gaan wij deze leuk oppimpen met gel appeal. Dus dat is de laatste ronde. Jullie kunnen vandaag de winnaars gaan bepalen, want aan het einde van de video, wanneer we jullie de eindresultaten laten zien, kunnen jullie door middel van de poll stemmen op wie jullie vinden wie er per ronde gewonnen heeft. Dan is dit alles wat we verteld hebben en dan gaan we nu verder naar de challenge. Yes! We gaan beginnen met de gel appeal challenge ronde 1. In de eerste ronde gaan wij armbanden en accessoires maken. En ik ga een superleuke armband maken met een strikje. En die staat op mijn schabloon. En ik ga de oorbellen, ik ga namelijk nog 1 paar oorbellen maken.
die ga ik een beetje fantaseren hoe ik dat ga doen. Een beetje creatief nadenken, komt het wel goed. Wat ga jij maken? Ik ga een hele leuke armband maken. En ik ga een oorbel maken met mijn mal die erbij zit. Dus dat wordt super leuk. Ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon snel beginnen. Milou is ondertussen druk bezig met haar armbandje. En ik ben ook druk bezig. Maar ik moet even wat vertellen tussendoor. Ik ga mijn armband met verschillende kleuren maken. En nu is het belangrijk, wil je meerdere kleuren op elkaar doen of wil je het soort van gaan mengen met elkaar? Wacht dan even 5 tot 10 minuutjes. Dus stel je eerste kleur is roze. Dan moet je even 5 tot 10 minuten wachten. En dan moet je de andere kleur er pas bovenop doen of gaan mengen. Want anders dan wordt het gewoon niet mooi en zo behoud je meer de kleur. Dus dat ga ik nu ook even doen. Ik ga hier wat dingetjes namelijk samen mengen. Dus dan vind ik het mooier om even te wachten. Wacht dan even 5 tot 10 minuten. Wij hebben onze armbanden en accessoires klaar. En ik heb een superleuk strikjesarmbandje gemaakt. Met roze fluweel erop. Ook een paar oorbellen gemaakt met blauwe en roze fluweel erop. Wat heb jij gemaakt? Ik heb als armbandje dit gemaakt. Ik denk dat het wel leuk is, want ze wel een leuk kleurtje bij elkaar. Ja. En als oorbellen heb ik jellybeans gemaakt. Je kunt ze nog niet zo goed zien, maar als ze uit de mal zijn, denk ik dat ze wel heel leuk zijn. Ik ben heel benieuwd. Kom. We gaan het nu gewoon lekker laten drogen, maar wij gaan eerst door naar ronde nummer 2. Ronde 2. Wij gaan nu de pins maken voor onze kleren, spijkerjasje, tas. Het kan eigenlijk ook van alles. We gaan allebei 2 pins maken. En wat we gaan doen gaan we nog niet aan elkaar vertellen om de challenge nog een beetje real te houden. We gaan gewoon lekker beginnen denk ik. Ja. Let's go. Klaar met ronde nummer 2, oftewel onze superleuke pins. En ik heb een heel erg leuk hartje gemaakt en een strikje. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een appel gemaakt. En een rondje met stipjes erin en nog wat eromheen. Dus ja. Superleuk. Mijn is helemaal fluweel. Het is zo lekker zacht nu al. Moet je nagaan als het droog is. Wij gaan snel door naar ronde nummer 3. En in ronde nummer 3 gaan we accessoires maken voor op ons telefoonhoesje. Ja. Let's go! Van de challenge. Wij hebben superleuke accessoires gemaakt voor op ons telefoonhoesje. Ik heb als eerste superleuke hartjes gemaakt met daarop weer fluweel. Deze. En ik heb ook een heel erg leuk bandje gemaakt die ik op mijn telefoonhoesje ga plakken. Waar ik het allemaal precies ga plakken weet ik nog niet. Wel weet ik dat ik het super makkelijk kan vastplakken op mijn telefoonhoesje met het gel peel. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een donut gemaakt, een beertje en allemaal verschillende fruitsoorten. Superleuk. Ja, ik denk dat het zal leuk worden. Dus ja. We gaan nu alles 24 uur laten drogen. Dus wij zijn over 24 uur bij jullie terug. Tot straks. Doei. En we zijn weer terug. Het is inmiddels 24 uur later. En onze gel peelkunsten zijn allemaal goed opgedroogd. Het is super gaaf geworden. Bij mij is dat fluweel ook echt lekker zacht. En dat voor jou is ook heel erg leuk geworden. We gaan nu alles per ronde bevestigen. En dan pas kunnen jullie gaan stemmen wie jullie vinden dat er gewonnen heeft. Laten we maar direct beginnen. Ja. Let's go. We gaan nu beginnen met ronde nummer 1. En ronde nummer 1 waren de armbanden en de accessoires. We hebben allebei een armbandje en een paar oorbellen gemaakt. En dat ziet er nu zo uit. Tadada. Ik heb hier de 2 hangertjes, die heb jij ook. Ja. En die moeten we nog aan onze oorbellen gaan bevestigen. Dat kan heel gemakkelijk met een druppeltje gel peel. Dat kan je dan gewoon aan de achterkant vast gaan maken en dan zijn je oorbellen klaar. Zullen we dat gaan doen? Ja. Yes. En de oorbellen zijn klaar. Ik vind het super leuk geworden. Mijn is echt met roze en paars tint. En jouw echt met oranje en rood. Ik vind het heel leuk. Ja. Het is echt geslaagd. We gaan nu snel door naar ronde nummer 2. Ronde nummer 2. In ronde nummer 2 hebben we hele leuke pins gemaakt. Voor op je jasje of tas. En ik heb een strikje gemaakt en een hartje met fluweel erop. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een rondje gemaakt met gewoon wat verschillende kleurtjes en verschillende patroontjes. En ik heb een appel gemaakt met allemaal verschillende kleuren. Het is super leuk geworden. Wij gaan deze zo meteen bevestigen op een jas en op een tas.
We hebben de gel peel pins bevestigd en het ziet er super leuk uit. Ik heb mijn strikje op mijn jasje gedaan. En het hartje heb ik op mijn tas gedaan. Super leuk, het matcht ook heel erg leuk. Wat heb jij gedaan? Ik heb het rondje op mijn jasje gedaan. Leuk. En ik heb het appeltje op mijn tas gedaan. Het ziet er super leuk uit. Het geeft echt een leuke extra touch aan je jasje. Want mijn jasje was best wel saai. En door zo'n gel peel pin maakt het natuurlijk super leuk. Je kan er ook veel meer maken. Maar voor het beeld voor jullie hebben wij er even eentje gemaakt. Omdat het dan voor jullie ook wel duidelijk is. We gaan nu snel door naar ronde nummer 3. Ronde nummer 3. In ronde nummer 3 hebben we een hele leuke ontwerp gemaakt voor op ons telefoonhoesje. En ik heb allemaal hartjes gemaakt en andere leuke vormpjes. Jij hebt hele leuke fruitsoort gemaakt en andere etenswaren. We gaan deze nu op ons hoesje plakken. Ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Telefoonhoesjes zijn klaar. Het is echt heel erg leuk geworden. Ik heb allemaal hartjes. En ik vind vooral dit ook heel erg leuk. Ik vind het voor jou ook heel leuk. Ja. Het is echt mooi geworden. Ik ben er echt trots op. Dan was dit helaas wel weer de challenge. Maar we hebben voor jullie nu een hele leuke giveaway. Dus blijf zeker kijken. Tot slot hebben wij voor jullie nog een super leuke winactie. En wat wij deze winactie mogen weggeven, zijn het eerst onze eigen gemaakte pins. En we geven deze alle vier weg. En die kan jij dan bijvoorbeeld op je tasje, op je leuke spijkerjasje, op je bomberjack dragen. Super leuk. En als tweede, het wordt een gezamenlijk pakket, mogen wij of een jelly kit weggeven of een fuzzy kit pakket. Dus je kan met één pakket fluwelen armbanden en accessoires maken. Met de ander kan je jelly armbanden en accessoires maken. Wat moet je ervoor doen om kans te maken? Als eerst moet je geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Als tweede moet je onder deze video een reactie achterlaten met op welk pakket jij kans wilt maken. Ook moet je er even bij vertellen wat jij zou doen als jij het pakket zou winnen. Dus stel je wil heel veel armbanden voor maken, je wilt hiervoor doen, je wilt daarvoor doen, laat het ons even weten. Ook moet je je Instagram erbij zetten, want binnen een week ontvangt de winnaar een persoonlijk berichtje via Instagram van mij dat je het pakket gewonnen hebt. Als derde is het natuurlijk erg belangrijk dat je mij volgt op Instagram. Mijn Instagram is bopopman. Dan krijg je dus een persoonlijk berichtje als je gewonnen hebt. Dan kom ik niet tussen je verzoeken te staan. Dus weet ik zeker dat jij het berichtje ontvangt. Je kan dus kans maken op deze superleuke pins voor op je tasje. En daarbij ook nog een jelly kit of een fuzzy kit pakket. Dan was dit weer de video en vond je hem leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. Wil je Milou volgen? Check dan ook even de beschrijving. Wil jij meer informatie over gel peel, dan moet je ook zeker weten de beschrijving checken. Mocht je nog vragen hebben over de gel peel, laat hieronder dan even weten. Gaan we die voor jullie beantwoorden. Ik zie jullie weer terug bij een nieuwe video, dus tot de volgende keer. Doei doei!